minister Rob Jetten en staatssecretaris Hans Veilbrief denken al snel van het Russische gas af te kunnen, dat nu zo'n 15% van het Nederlandse gebruik beslaat. Kan het ook zo makkelijk? Nou, Nederland heeft in die zin een vrij goede uitgangspositie, omdat wij in Nederland best wel verschillende invoer hebben, verschillende bronnen. We kunnen bijvoorbeeld meer LNG op korte termijn inslaan. Alleen het probleem is, dat is heel erg duur. LNG, dat is een gas wat eigenlijk vaak naar Aziatische landen wordt gebracht. En Europa is daar in die zin nooit echt op toegespeeld geweest, omdat wij afhankelijk voor een groot deel als Europa zijn van Rusland. Er zijn pijpleidingen natuurlijk vanuit Rusland ook richting Duitsland en uiteindelijk dus ook richting Nederland gegaan. Daar wordt dus een streep doorheen gezet. Die pijpleiding in Duitsland was nog niet in gebruik. Dus in die zin, wat er nog niet is, dat kun je ook niet afsnijden. Dat is die Nord Stream 2. Dat is de Nord Stream 2 inderdaad. We hebben in Nederland onszelf natuurlijk wel lelijk in de vingers gesneden door Groningen af te bouwen en daar eigenlijk niet een heel goed alternatief voor achter de hand te hebben. En dat wreekt zich nu. Wat zijn de opties als inderdaad de gaskraan volgende week dichtgedraaid wordt? Hebben we dan voldoende gas komende winter? Volgende week is geen probleem, want het is nu warm. We gebruiken niet zoveel gas. Het zit vooral in de komende winter, als we moeten de bergingen gaan vullen. En dan hebben we alternatieven voor Russisch gas. Denkt u aan LNG bijvoorbeeld, waar we meer kunnen doen. LNG komt voor een kwart ongeveer nu ook uit Rusland vandaan. Ja. Dus financeert u daarmee ook de oorlogskas van Poetin. Ja, dat is een duivels dilemma hierbij. Dat geldt voor iedere vorm van energie, olie, gas, kolen, energiedragers die je nu importeert uit Rusland. Tegelijkertijd is dat ook een fact of life, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Het Groningse gasveld, daar is eigenlijk nooit een harde garantie gegeven dat het zo snel als mogelijk dicht zou gaan. Hè. Er is altijd wel met scenario's gewerkt en altijd een soort belofte wel aan de Groningers gedaan van we gaan het zo snel mogelijk afbouwen. Maar je ziet nu toch dat men wel wat zenuwachtig is geworden. De harde garanties, die wil men nu niet geven. De mensen in Groningen die zullen dit ongetwijfeld niet leuk vinden. Wat is de boodschap aan hen van u? Ik weet niet of ze dit niet leuk vinden. Ik denk ze het wel leuk vinden. Want ze hebben in januari gehoord dat de gaswinning flink omhoog zouden gaan. En ze horen nu dat het nog een heel klein beetje is. Dus ik denk dat ze het wel leuk vinden. En ze horen dat ze in 2023 of 2024 gaan sluiten. Dus ik denk dat ze, ik ga er niet over of ze blij zijn of niet. Maar ik denk dat dit een fijne boodschap voor hen is. En toch kunt u die garantie niet geven dat ze in 2023 of 2024 gaan? Nee, maar garanties bestaan er niet in het leven. Ik had 4 weken geleden ook niet gedacht dat wij nu zouden zitten te praten in een oorlogssituatie. Minister Jetten die heeft nu aangekondigd dat de komende maanden gaan we een bespaar- en isolatieplan lanceren. Maar met alle respect, we zien nu al dat mensen die hun huis willen isoleren, dat die in de wachtrij staan. Omdat de warmtepompen zijn op, voordat jij een bouwvakker aan de gang hebt om je hele huis te isoleren of dubbel glas aan te brengen, ben je gewoon weken, zo niet maanden verder, zo niet jaren verder. En bovendien, er zit een stevig prijskaartje aan. Dat vergt denk ik de komende tijd heel veel ambitie van het kabinet. Maar of het uiteindelijk ook bewaarheid wordt, dat is nog wel even de vraag. De nood is kennelijk zo hoog dat er een campagne komt om bewustwording bij consumenten en bedrijven te gaan opzetten om het gasverbruik, het energieverbruik te minderen. Wat behelst zo'n plan precies? Ja, we hebben denk ik allemaal te maken met hele hoge energieprijzen, willen ook vergroenen, maar willen vooral ook die Russische afhankelijkheid snel afbouwen. Veel mensen vragen zich af, wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen? Dus we starten met een grote campagne met hele praktische tips die je vandaag al kan doen. Thermostaat aanpassen, je cv-ketel beter instellen. We gaan ook mensen en bedrijven helpen. Waar kan ik mijn subsidies aanvragen? Wat zijn slimme isolerende maatregelen om te treffen om het zo makkelijk mogelijk te maken om ook je steentje bij te dragen?